Wethouder van de Hengel van Barneveld opende maandag de cultuur-educatiemarkt in de bibliotheek in Barneveld. Annerieke Klaassen van de gemeente legt uit wat er op deze markt gebeurt. Ik heb vanaf oktober het nieuwe aanbod voor de basisscholen samengesteld. En wie wilde kon zichzelf presenteren. Dus wat je schooljaar 2009-2010 in de scholen gaat zien, zie je hier in levende lijven, zeg maar. Wat is er nou zoal te zien hier, als u er een paar dingen uit kunt pakken? Wat is nou het meest opvallende wat u tot nu toe gezien heeft? Nou, er zijn 7 kunstdisciplines waar de scholen aan doen op het gebied van cultuureducatie. En ik heb er van 6, hier heb ik hier iets. Nou, hier bijvoorbeeld is een kunstenares die veel aan keramiek doet, mozaïek. Daar is ook een kunstenaar. Het Pluimveemuseum staat daar met cultureel erfgoed. Daar is een fotograaf, die biedt audiovisuele lespakketten. Hier is de bibliotheek. Die hebben natuurlijk een groot aanbod. Nou, ik wil eens laten zien wat je allemaal zo kunt met klei. Klei is een heel veelzijdig materiaal. En het mooie ervan is, met klei werk je eigenlijk met de 3 elementen. Aarde, water en vuur. En het is fantastisch om met kinderen met klei bezig te zijn. Ja, waaruit bestaat, waar zo'n project bestaat uit 2 delen. Ja, het ene deel is modelleren, het boetseren van het object. En een aantal weken later, als het de eerste keer gebakken is, gaan ze decoreren. Dus met kleurpigmenten gaan ze dan kleur geven. Ja, nou, het is niet mijn, volledige taak, laat maar zeggen. Een gedeelte van mijn taak is dan, zie ik als het onderwijs geven in keramiek. Maar het is ontzettend leuk om met kinderen te werken, die heel enthousiast zijn, ongebonden, ja, gewoon maar heel los zijn en daardoor heel leuke resultaten ontstaan. Is uw ervaring nou dat de scholen veel van die dingen gaan opnemen in hun pakketten? Ja, ik doe het nu 5 jaar. Ik begon met 6 scholen. Afgelopen jaar had ik er 26. En de 3 scholen die ik nog niet had van de 29 hebben aangegeven dit jaar ook te willen. Dus dan heb ik 100% scoren.